Goedemorgen. Een bijzonder voorrecht om op deze dag Mil en Rietje dan het woord van God te mogen doorgeven. Ik doe het op deze manier als jullie het niet erg vinden. Het is om stil van te worden. Zeker als er al zoveel gezegd is en zoveel gepresenteerd is. Bij de voorbereidingen reeds dacht ik: hoe zou ik het beste inhoud kunnen geven aan deze bijzondere dag? Maar ook als wij met elkaar het woord van God openen. Ik kreeg het echt op mijn hart, Mil en Rietje, om met jullie stil te staan bij een ander Bijbegedeelte. Maar waarbij ik wel jullie twee teksten ten volle tot zijn recht vind komen. En daarom dat ik jullie uitnodig om samen met mij een gedeelte te lezen uit de eerste brief die Paulus schrijft aan de gemeente van Thessalonica, hoofdstuk 2, en daarvan lees ik de versen 1 tot en met 12. Paulus schrijft aan de gelovigen, want u weet zelf, broeders, van onze komst bij u dat het niet te vergeefs is geweest. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken. Te van veel strijd. Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling of uit onzuivere motieven en ging ook niet met bedrog gepaard. Maar zoals wij door God beproefd zijn om ons het evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij. Niet om mensen te behagen, maar God die onze harten beproeft. Want we hebben nooit vleiende woorden gebruikt. Zoals u weet, en ook geen voorwensel voor hebzucht. God is getuige. Wij zochten ook geen eer van mensen, niet van u, ook niet van anderen, hoewel wij, als apostelen van Christus, u tot last hadden kunnen zijn. Maar we zijn in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voedster haar kinderen koestert. We waren zo vol verlangen naar u dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf omdat u ons lief geworden was. U herinnert zich immers onze inspanning en moeite, broeders. Want terwijl wij nacht en dag werkten om niemand van u tot last te zijn, hebben wij u het Evangelie van God gepredikt. U bent getuige, en God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die gelooft. Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden. Net als een vader zijn kinderen. We riepen u ertoe op. waardig te wandelen voor God. die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Ik vind op een hele mooie manier. de wijze waarop Paulus. zijn eigen bediening hier zo op een rij zet. En in het bezig zijn met het woord van God. en denkend aan jullie, gelet op de jaren dat ik jullie ken. En ik veel met jullie heb mogen optrekken, zeker met jou en Neville. raakte het mij bijzonder diep om te zien hoeveel vergelijk hierin naar voren komt. In de allereerste plaats denk ik dat Paul, Paulus op een hele mooie manier. ons meeneemt en uitnodigt om in zijn voetstappen te treden. Zoals, ik meen dat het Cor Albright was, die zei: Wees mijn navolgers zoals ik Jezus Christus navolg. Binnen onze evangelische christenen onder ons merk ik dat er vaak een schroom is om te spreken over de vrucht die God schenkt in onze bediening. Of misschien beter gezegd, op onze bediening. En dan vind ik het ongelooflijk. Eh, mooi en realistisch de wijze waarop Paulus toch dit, in bijbel, dit bijbelgedeelte naar voren laat komen. Bijvoorbeeld als ik neem de eerste tekst, vers 1, als het geprojecteerd wordt... dan staat er even, want u weet zelf, broeders, van onze komst bij u... dat die niet te vergeefs is geweest. Met andere woorden, Paulus durft eerlijk achteruit te kijken, achterom te kijken... En dan constateert hij, maakt hij de balans op en dan zegt hij, er is vrucht geweest. En ik moet zeggen, ik ben vanmorgen diep geraakt en gezegend dat God jullie vanmorgen opnieuw zo geschilderd heeft. De vrucht in jullie kleinkinderen, de vrucht in jullie kinderen, maar ook de vrucht in de gemeente. En het feit dat een aantal weken geleden Jeroen en Patricia hier zo neergeknield zijn en als opvolger van jou, Emil eh, en dat in zijn gezegend als voorgangers echt praat... dan denk ik, God leert ons om eerlijk achteruit te kijken, achterom te kijken... en te constateren dat het niet te vergeefs is geweest. En dat heeft helemaal niets te maken met een stukje hoogmoed of trots. Nee, het is Paulus zelf die onder andere zegt, eh, onze kracht en de resultaten... Komen alleen van God. Dus daar is hij diep van overtuigd. Maar, anderzijds, laat hij ook zien hoe datgene tot stand gebracht is. wat God in hem en door hem heen heeft bewerkt. En prachtig om te merken hoe de verschillende sprekers. die jullie hebben toegesproken. op hun eigen manier iets hebben laten zien. hebben getoond van de vrucht die geschonken is. Als ze. Toen ik eh, jaren geleden voor het eerst een gedeelte van Paulus las, dacht ik: oh, wat, wat is die man ontzettend arrogant en eh, wat, 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 wat plaatst hij zichzelf op een voetstuk? En het gaat om dit bijbelgedeelte uit 1 Korintiërs 15, waar hij schrijft in de versen 9 en 10: ik immers ben de minste van de apostelen, ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. En dan moet u zien wat er komt, maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet vergeefs geweest. Integendeel, ik heb meer, mij meer ingespannen dan zij allen. Dus hij plaatst al die apostelen op een rij en dan zegt hij, maar als ik kijk naar Petrus, als ik kijk naar Johannes, als ik kijk naar Petrus, Johannes en Jacobus, dan kan ik constateren, ik heb meer gearbeid dan zij allen. Nou, dan zou je zeggen, het stinkt, hè? <laughs> maar, maar dat is het niet, want dan zegt hij erachteraan: niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. En vandaar, die genade is niet vergeefs geweest. Miel en Rietje. Mijn, mijn gebed was toen ik dit voorbereidde: ik hoop zo van harte, jullie kennende, dat jullie absoluut inderdaad buitengewoon. Nederig, afhankelijk leeft van de Heer, maar dat jullie ook voor je eigen schilderen voor ogen, dat Gods genade niet vergeefs is geweest. En dat maakt dat je daardoor de investering die je gedaan heeft gedurende die 35 jaar, dat je daar zoveel vreugde en plezier in mag beleven en door mag beleven. Ik merk soms dat dienaren van de Heer. Geneigd zijn alleen maar te letten op de strijd die ze hebben gehad. De pijn die ze hebben geleden. Het lijden dat ze hebben meegemaakt. En u zult zo meteen zien: ook het tweede punt dat ik laat zien. Dat er een prijs betaald moet worden. Maar de vraag is: wat staat jou en mij voor ogen? Maar dat geldt niet alleen voor een voorgangers-echtpaar. Dat geldt voor ieder kind van God. Wat staat jou en mij voor ogen? De diepe pijn die we soms beleven. In het volgen van Jezus, in het willen voortbrengen van vrucht. Of staat ons voor ogen het diepe geluk, het feit dat wij eeuwigheidswaarde hebben mogen voortbrengen. En het is geweldig, Miel en Rietje, dat jullie zo uitbundig mogen genieten. Van de zegen die God daarin gegeven heeft. Maar Paulus is inderdaad ook realistisch, want hij praat dan vervolgens ook over de prijs die betaald moet worden. Kijk met me naar vers 2. Dan schrijft hij, maar hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smerdelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken, te midden van veel strijd. Je ziet hoe, hoe realistisch hij is. En dat helpt mij persoonlijk ongelooflijk. Je hoeft de pijn, je hoeft het verdriet, je hoeft de strijd niet weg te moffelen. Dat is niet geestelijk. Geestelijk is juist dat je heel reëel, heel eerlijk voor ogen mag zien wat het kost om uiteindelijk vrucht te mogen voortbrengen. En dan wandelen we daarmee helemaal in de voetstappen van de Heer Jezus. Hij heeft ook een prijs betaald om jou en mij, om ons te presenteren als de Vader. De prijs van zijn lijden en sterven en toch uiteindelijk zijn opstanding uit de dood. Als Paulus hier zo zijn eigen situatie beschrijft, dan zie je aan de ene kant dat hij aangeeft wat de achtergrond is van zijn komen in de stad Philippi, uh, uh, Thessalonica. Dan blikt hij terug omdat hij in Filippi, voordat hij in Thessalonica kwam, ongelooflijk geleden heeft. Als je de geschiedenis leest in Handelingen hoofdstuk 16, dan toont de Bijbel ons hoe Paulus en Silas op een wreeddadige manier zijn gegezeld. Zijn weggestopt in de binnenste kerker. Je zou bijna zeggen, de moed wordt je ontnomen om langer je mond open te maken en te spreken over Jezus Christus en die gekruisig. En hij geeft ook eerlijk daarin toe het dilemma dat hij heeft ervaren. Ook zoals hij het formuleert. Kijk nog een keer naar die tekst. Want hij zegt namelijk in het tweede gedeelte van de tekst. Toch hebben wij in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken. Er schijnt een zekere schroom, een angst overwonnen moest worden. Want Paulus weet: gaan van het evangelie brengt inderdaad strijd met zich mee. Als je geen strijd wil, dan moet je het evangelie niet verkondigen. Als je vrucht wilt voortbrengen, dan gaat het gepaard met een stuk strijd, soms zelfs lijden, dat we meemaken. Maar Paulus ziet hierin opnieuw de rijkdom van het evangelie dat hem is toevertrouwd. En daarom dat hij het op zo'n prachtige manier verwoordt: namelijk dat hij de vrijmoedigheid in onze God heeft gegeven herkregen, hervonden. Het is als het ware een opnieuw opstaan en durven te zeggen, wat het mij ook kost. Ik zal gaan voor de rijkdom om mensen uiteindelijk met Christus in contact te brengen. En dat is fantastisch zoals Paulus dit op deze manier naar voren laat komen. Het is in een vertrouwen op God dat hij moed mag pakken. En Mil en Rietje. Eh, als ik denk aan de gesprekken die we met elkaar gehad hebben. Ik denk dat het was in december afgelopen jaar. Hadden we een conferentie. Met uh, ongeveer zo'n twintig uh, voorgangers-echtparen. Waarbij ik Mil gevraagd had. Joh, zou jij een boodschap willen doorgeven? En dan ging het over het lijden van een leider. Mooi om te laten zien dat je heel open, eerlijk, transparant was. Wat het niet alleen maar jullie als echtpaar heeft gekost. Maar wat het ook jullie als kinderen en als kleinkinderen gekost heeft. Het feit dat jij, dat jullie je geroepen weten. om Christus en zijn gemeente te dienen. Maar God zij dank opnieuw. de vrucht staat ons daarbij voor ogen. En het is mooi daarom. als Paulus in 2 Timotheus zo stuk 4 over dezezelfde dingen spreekt. Dat Paulus terugblikt aan het eind van zijn leven, dat hij kan zeggen: Maar ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. En ik heb het geloof, geloof behouden. Maar uh, Cor heeft al aangegeven: Je hebt het einde nog niet. Je hebt nog een heel eind te gaan. Dus ik zou zeggen: Dit blijft doorgaan. De goede strijd strijden. En het is bijzonder om te merken, toch, hoe de Heere jullie bediening zo bijzonder bevestigd en gezegend heeft, waardoor nieuwe deuren zijn opengaan, niet alleen maar hier in, in uh, Baxum, Baxum zou ik zeggen en in Roermond, maar ook buiten uh, Limburg naar andere plekken, waar de here jullie gebruikt opnieuw om vrucht voor te brengen voor Zijn Koninkrijk. En dan is het prachtig om te merken als Paulus deze schildering geeft, wat de diepste motieven zijn voor het brengen van het evangelie. Het bemoedigt mij altijd weer om te ontdekken wat er echt in het hart leeft van een prediker. Wat er echt leeft in het hart van iemand die door God de kans krijgt om op deze manier vrucht voor te brengen. Lees maar met me mee in de versen 3 en 4. Dan zegt hij, want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling of uit onzuivere motieven. En het ging ook niet met bedrog gepaard, maar zoals wij door God beproefd zijn om ons het Evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij. Niet om mensen te behagen, maar God die onze harten kent. Paulus legt hier zo zijn diepste drijfveren bloot voor het brengen van het Evangelie. Als u goed leest, dan ziet u drie dingen die hij noemt. In de eerste plaats onze vermaning. Waarbij je het woordje vermaning even in de bredere betekenis van het woord moet nemen. Vermanen is in onze Nederlandse uh, gedachten meestal iemand op de vingers tikken, iemand terechtwijzen. Terwijl het Griekse woord dat hier gebruikt wordt eigenlijk een veel bredere betekenis heeft. Het heeft als kern iemand tot je roepen. Dat is eigenlijk het werkwoord. En dan kan je iemand terechtwijzen, maar je kan iemand ook troosten, je kan iemand ook bemoedigen. Je kan iemand ook aansporen. Je kan iemand motiveren. Dus alles zit daarin begrepen. En Paulus geeft dus aan, in zijn bediening, als je het eventjes breed neemt, zegt hij, geen dwaling, geen onzuivere motieven en ook geen bedrog. En waarom noemt hij dit? Paulus noemt dit omdat Paulus zelf een fanatieke vervolger is geweest van de mensen die. Meenden een andere leer te mogen verkondigen. Toen Paulus nog geen ontmoeting met Jezus had, ging hij te vuur en te zwaard achter de mensen van de weg. Waarom? Hij meende dat ze bedrog brachten. Hij meende dat ze tegen de schrift ingingen. Totdat hij zelf gepakt wordt door de ontmoeting met Jezus. En dan zie je een omslag plaatsvinden. En Paulus kan zeggen: Nee, het blijft inderdaad. De weg, de waarheid en het leven. En dat Hij het is die de weg van wedergeboorte hier zo verkondigt. En dat is zijn drijfveer om ook echt ten volle ervoor te willen gaan. Zoals Hij het inderdaad zegt. God stelt mij iedere keer weer op de proef. Ik vind het zo mooi. Je kunt heel veel uiterlijk doen. Je kunt heel veel uiterlijk laten zien. Maar zoals ik jullie heb leren kennen, dan is het altijd zoals we elkaar. Vaak ook spraken, maar wat leeft er nou ten diepste in je hart? Snapt u, u kunt mijn kostuum zien, u kunt de woorden horen, u kunt de voordracht zien, maar wat leeft er nou ten diepste in het hart van de persoon die het evangelie verkondigt? En dan is het geweldig om iedere keer weer er bewust van te zijn: het is God die mijn hart beproeft. En dat vond ik altijd het bijzondere van onze ontmoeting, meel Dat je iedere keer echt een, de diepe aanraking van Jezus, van je eigen hart, op die manier durfde te verkondigen en door te geven. En dat is ook de reden waarom ik spreek over een integere eh, leider in de bediening. Want het moment dat je namelijk dat doet, dan zegt de Apostel Paulus. In de versen 5 en 6, want we hebben nooit vlijende woorden gebruikt, zoals u weet, en ook geen voorwensel voor hebzucht. God is getuige. We zochten ook geen eer van mensen, niet van u, ook niet van anderen, hoewel wij als apostelen van Christus u tot last hadden kunnen zijn. Als Paulus dit allemaal schrijft, dan laat hij duidelijk zien, het Evangelie wordt gebracht waarbij het gaat om Jezus en om Jezus alleen. En waarbij je met mensen te maken hebt, maar ik vond het prachtig hoe jullie juist in Limburg op geen enkele manier compromissen hebben gesloten. Jullie probeerden heel dicht bij de mens te komen, maar zonder enige ruimte te bieden aan compromis. Daarom dat Paulus het ook kan zeggen, ik spreek mensen niet naar, het, naar de mond, ik probeer geen mens te behagen, maar het gaat altijd om. De schrift te verkondigen. Vandaar ook die geweldige tekst. Misschien dat je die tekst voor me mag projecteren uit 1 Timotheus hoofdstuk 4. Waar Paulus schreef, geef acht op uzelf en op de leer. Vol hart daarin. Want wanneer u dat doet... Zult u zowel uzelf behouden als hem die u horen. Als u deze tekst neemt, en dat is een van jouw kernteksten in je leven, dan zie je twee dingen namelijk naar voren komen. Geef acht op jezelf. En dan vervolgens geef acht op de leer. En deze twee dingen kunnen nooit van elkaar gescheiden worden. We merken dat mensen zeggen wel eens tegen mij: ja, maar hij brengt het woord zo geweldig. Maar zijn leven staat haaks op wat hij verkondigt. En het is geweldig, mil dat dat woord eerst door je eigen hart, door je eigen ziel ging. En dat jullie het woord in jullie eigen leven eerst probeerden toe te passen. En dat betekent acht geven op jezelf. Als Paulus in Handelingen Ooster 20, als hij een laatste ontmoeting heeft met de leiders van de gemeente van de gemeente Efeze, dan zegt hij ook tegen die mannen, zie toe op jezelf of geef acht op jezelf. En daarmee geeft hij aan van voordat je naar anderen gaat kijken, voordat je bezig gaat zijn om iets te verkondigen, vraag je eerst af, is dat woord door mijn eigen ziel gegaan? Is dat woord door mijn eigen hart gegaan? Zodat wat je verkondigt, je ook met je leven daarachter kan staan. En geweldig meel dat je dat gedaan hebt. In jullie leven als echtpaar. Maar dat jullie het ook hebben gedaan. naar jullie kinderen toe. naar jullie kleinkinderen toe. Maar dat jullie het ook op die manier. naar de gemeente toegebracht hebben. En vandaar ook die prachtige woorden. Want wanneer u dat doet. mag eventjes, ja, wanneer u dat doet. zult u zowel uzelf behouden. als hen die u horen. En dan zie je eigenlijk dat Paulus weer terugkomt. naar datgene waarmee hij begonnen is. in de versen 1. Namelijk. Het is niet te vrees geweest, er is vrucht geweest. Je mag terugkijken en zeggen: Heere God, het was soms vlijmscherp en het ging door mijn eigen hart voordat ik kon verkondigen. Maar dan zie je uiteindelijk wat voor vruchten het heeft voortgebracht. God geven dat dezezelfde integriteit door mag blijven gaan in de. Bedieningen die de Heer jullie bezig is toe te vertrouwen en waar velen toch veel zegen in ervaren. En Paulus laat daarom zien hoe hij dat naar voren gebracht heeft. Dat is prachtig. Kijk maar, in de versen 7 en 8. Dan zegt hij eerst, maar wij zijn in uw midden vriendelijk geweest. Zoals een voedster haar kinderen koestert. En we waren zo vol verlangen naar u dat wij. Graag met u niet alleen het evangelie van God wilde delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was. U bent getuige en God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die geloven. Hier zo zie je hoe een integere manier van leiding geven. Eh, eh, toch zich vertaalt in hoe met mensen ook om te gaan, namelijk. Eerlijk en oprecht. Wat Paulus in deze versen naar voren brengt. is zo prachtig. Want hij ziet, laat zien hoe hij in de huid van mensen kruipt. En vandaar ook die twee beelden. Het beeld van een vader en het beeld van een moeder. En dat van de moeder pakt hij eerst op. En dan laat hij zien hoe hij al het mogelijke deed. mensen niet naar de mond te praten. maar wel proberen in hun huid te kruipen. om ze te begrijpen. Om ze te kunnen aanvoelen, om de bedoelingen scherp voor ogen te krijgen en ze daardoor dichter bij Jezus te kunnen brengen. En vandaar Paulus ook gebruikt het woordje dat hij als een, een, een moeder, een voedster ze gekoesterd heeft. En dat hij daarmee de, zijn leven met hem deelde. Ik vond het iedere keer prachtig. Uh, Mila en ik hebben jarenlang in het bestuur van de ABC-gemeente gefunctioneerd. En daar hebben we elkaar heel goed leren kennen. En ik heb altijd de neiging, als ik met een team samenwerk. voordat ik de agenda op tafel plaats, dat ik wil weten: ja, maar wat leeft er in je hart? Ik wil geen functionele relatie met je. Ik wil een hartere relatie met je. En ik merk het iedere keer met leiders: dat leiders geneigd zijn om meteen zakelijk te worden, functioneel te zijn. Terwijl het moment dat je elkaars hart proeft, dan merk je dat er een stukje diepgang plaatsvindt. Dat God je ook van harte met elkaar verbindt. En ik vond het iedere keer weer fijn, Mil, dat je daar heel open in was. Open over datgene wat God ook deed. Soms sprak je over de pijn, soms sprak je over de vreugde. Soms brak je over de overwinning. Maar dat is wat uiteindelijk hierin naar voren komt. En dan is het schitterend om te merken dat Paulus aangeeft dat hij voor elke gelovige daar de aandacht voor had. En het kan ook niet anders, zijn. Want als iemand daar in de toon gezet heeft, dan is het de Heer Jezus Christus zelf. Een van mijn lievelingsteksten is de tekst uit Marcus hoofdstuk 3. Als Jezus bezig gaat om zijn team van leiders te gaan formeren, om uiteindelijk ze te gaan toerusten. Dan staat er geschreven in de NBG-vertaling van 51, die ik gekozen heb, en hij ging de berg op, Jezus, en hij riep tot zich wie hij zelf wilde, dus hij selecteert de mensen die bij het team gaan horen, en zij kwamen tot hem, en hij stelde de twaalf aan. En dan moeten we lezen wat er gebeurt. Opdat zij met hem zouden zijn. En opdat hij hen zou uitzenden om te prediken en om macht te hebben, boze geesten uit te drijven. Ik kan me herinneren, vroeger, dan, dan haastte ik mij om vooral bij het tweede opdat stil te staan. Opdat hij zou uitzenden om te prediken, macht te hebben, boze geesten uit te drijven. Dat is toch wat je wil? Maar dan sla je een hele wezenlijke stap over. Namelijk het eerste opdat. Als Jezus de mannen uitkiest, dan is het in de eerste plaats op dat ze met hem zouden zijn. Met andere woorden, hij wil ze eerst leren om zijn hart te leren kennen. Om zijn diepe passie en bewogenheid te leren kennen. Dat zij met ontferming bewogen zullen zijn over de scharen zoals Jezus dat liet zien. En geweldig Miel, dat ik dat niet alleen maar onder de leiders bij jou heb ontdekt. Maar dat is ook jouw diepste verlangen geweest. hier zo in de gemeente. waar God zoveel vrucht gegeven heeft. En het kan ook niet anders, want. het moment dat je zo functioneert. dan zegt de Apostel Paulus inderdaad. maar dat betekent ook dat er iets gebeurt. Namelijk dat er een ongelooflijke. sterke band ontstaat. Zoals hij het zegt in de tekst. daarom dat jullie mij. lief geworden zijn. Weet je. Als je alleen maar een boodschap doorgeeft, dan blijf je op een afstand staan. Maar het moment waarop je de boodschap brengt, maar met die boodschap dat je eigen leven meekomt, dat betekent het dat mensen je lief en dierbaar worden. Het is niet alleen maar dat zij Gods koninkrijk binnengaan, maar dat ze ook verder kunnen groeien, bloeien, vrucht kunnen gaan dragen en te schitteren. Als ik dat vanmorgen zie, dan denk ik, man, het is bijna om jaloers op te zijn. <laughs> ja, dat, dat, dat God dit allemaal zo concreet gegeven heeft. Dat is toch een fantastisch voorleggen. De apostel Paulus, die kan daarom zeggen, het is niet alleen maar dat ik als een moeder ben geweest. Dus dat ik mijn leven met jullie gedeeld heb. Dat ik geprobeerd heb om voor iedereen speciale, persoonlijke, je zou zeggen op maat gesneden aandacht te Nee, hij maakt ook die stap naar als een vader. Zoals hij het ook inderdaad zegt in vers 11. 1 Thessalonicenzen 2, vers 11. Zo weet ik, weet u, hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten, aanmoedigden, net als een vader zijn eigen kinderen. Nou, uh, Mil heeft niet heel veel verteld, uh, zonen en dochters, over het privéleven van jullie. <laughs> maar. Het was mooi hoe jullie vader over jullie sprak, en, en zonder dat ik jullie kende, had ik toch een beeld van jullie, omdat hij dat liefdevol deed, en hoe hij samen met jullie moeder geprobeerd heeft om elk van jullie die aandacht, die liefde, die zorg te geven, die bij elk van jullie speciaal hoorde. En het is fantastisch, maar datzelfde principe. Hebben jullie ook in de gemeente toegepast als ik zie hoe jullie soms met mensen de tijd namen soms om met zijn heel eind op te lopen soms om ze te bemoedigen in hun nood te duiken te luisteren en zo hebben jullie geprobeerd als een vader een geestelijke vader ook te zijn voor de gemeente telkens weer opdat iedereen op de juiste manier die bij hem of haar pas werd opgewekt en werd aangemoedigd. En dan komt het, maar niet om ze aan jullie te binden. Niet om ze aan jullie te binden. En dat zie je. Soms merk je dat ouders kinderen aan hun binden. En dat betekent dat je het kind in de weg staat om juist zichzelf ten volle te kunnen worden. Maar op het moment dat je het kind aanmoedigt, bemoedigt, investeert, en die ruimte geeft, dan zie je ook hoe dat kind tot volle ontwikkeling en bloei kan komen. Maar zo is het ook in de gemeente. Soms merk je dat voorgangers doen alsof de mensen hun eigendom zijn. En zo aan hen gebonden zijn. Of zoals het gezegd wordt, je bent niet geroepen om inderdaad gediend te worden. Maar je hebt juist gediend. Zo zijn jullie bezig geweest. Zodat ieder gelovige kon leren om op eigen benen te gaan staan. En nogmaals, dat nou is het fantastisch, Jeroen, dat jij en Patricia daarin echt een duidelijk voorbeeld kunnen zijn. Juist die taak, die verantwoordelijkheid, die bediening over te kunnen nemen. En zo laat Paulus hier zo zien hoe hij dat ook gedaan heeft. Hij zegt het ook, wij riepen u ertoe op waardig te wandelen voor God, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Het is toch fantastisch dat je zegt, uiteindelijk komen wij weer weg te vallen. Maar de anderen gaan door in de voetstappen om meer en meer op Jezus te gaan lijken. En daarom dat deze investering van 35 jaar, Mil en Rietje, dat jullie daar God ongelooflijk voor mogen bedanken. Maar dat jullie het ook mogen meenemen, omdat God het meegeeft voor, zullen we zeggen, de laatste fase. Totdat Jezus terugkomt, <kritische> dan is het een betere. En daarom eindig ik met deze woorden uit 1 Thessalonischens 5, datzelfde Bijbelboek dat Paulus aan het eind schrijft in de versen 24. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. En het mooie ervan is: je mag dan terugkijken en zeggen: God heeft dat bewezen al die jaren. En God zal ook voor de komende periode op dezelfde manier doorgaan. Geniet en prijs hem en laat hem jullie blijven gebruiken tot eer. En ik zou zeggen gemeente, jullie zie wat God in zijn liefde en zijn genade door middel van miel en Rietje aan jullie gegeven heeft om niet afhankelijk te zijn van hen of van anderen, maar volledig afhankelijk van Jezus Christus. Amen.